Ik las een woord, en dat woord, heb ik wel eens eerder gehoord, het woord bosbomiaans. Ja, bosbomiaans. Wat, ja. Wat betekent dat? Kun je dat uitleggen aan de mensen? Wat zou dat kunnen betekenen? Ja, dat ik denk dat het toch een beetje een soort slaat op een soort riskante stijl. Toch een offer dat er dan komt? Ja, of een offer dat er komt, of dat de tegenstander denkt, nou, dat kan eigenlijk niet, dat hoort eigenlijk niet, dat hoor je niet te doen. Mm-hmm. Dat ik dan toch expres het doe. Ja. Omdat de tegenstander ook niet weet wat hij doen moet. Want hij weet wel wat hij doet als je hele normale dingen doet. Maar als je misschien een keer iets geks doet, dan is hij misschien wel helemaal de weg kwijt. Ja. Dus dan probeer ik toch een keer iets geks te doen. En dan daarna doe ik weer hele normale zitten natuurlijk. Of dat probeer ik tenminste. Of zo maak ik het nog gekker. En dan ga ik eerst een pion weg en dan geef ik hem ook nog een stuk, of ik ook nog een paard. En dan zal ik denken, ik sta goed, of ik ook nog een toren, misschien wel. Ja. Okay. En dan denk je, dat kan misschien niet, want soms kan het juist wel, want het steeds nog weer gekker en gekker wordt. Mm-hmm. En dan win je dus soms ook de partij, dan denk je, wat heb ik nou verkeerd gedaan? Hè? Ik heb alleen maar alles eraf geslagen wat hij weg had en toch heb ik toch de partij verloren. Ja. Dat gebeurt soms wel eens een enkele keer. Of ze staan wel een toren voor, maar ze letten één keer niet op en dan is het opeens mat in 2. Dat gebeurt ook wel eens. Wat een vraag of we een partij kunnen laten zien van maanden. Dus laten we eens even kijken. Laten we eens even kijken. Nou, we hebben niet veel tijd, dus het wordt een hele korte partij. Welke was jij? Ik speelde met Zwart tegen Slingerland. Het was in de halve finale voor het Nederlands kampioenschap. Oké. Wel heel wat jaartjes geleden. En ik was een zwakspeler, het was een Siciliaanse partij, dus het ging als volgt: E4, C5. Ik had me heel speciaal voorbereid op deze partij. Met een hele nieuwe truc, had ik bedacht. Had ik allemaal thuis had ik dat bedacht, die hele truc. En het gebeurde ook allemaal precies op een post, hij trapte er helemaal in. Oeh. Ik ging met een pion naar voren, Zwart had heel veel keuze in deze stelling. Ja. Ik kan dus dat paard eruit halen. Deze pion, ik stelde deze pion. Mm-hmm. Dit deed wat ze meestal doen, dan ging ik met die pion naar voren. Ja. Ik sla haar af. Hij slaat terug met zijn paard. Eruit, ik val zijn pion aan. Als hij nu zo gek is om hem door te schuiven. Het is niet goed nu in deze stelling. Maar je ziet waarom. Zijn wij aanvalt. Heel sneaky met een paar dames hier schaak. Ja. Dan is hij hem kwijt. Is hij hem kwijt. Dat had hij wel in de gaten. Uh-oh. Hij gooide ook eerst zijn paard eruit. Nu gooide ik mijn dame eruit, ik ga eerst deze deed, ik weet niet precies de volgorde eigenlijk. Hij gooit dus een opper eruit, die ging met deze naar voren. Mm-hmm. Kan ik misschien deze pion naar voren slingeren, tegen Slingerland? Dat deed hij, dat wilde hij niet, hij zette hem hier neer. Ik dacht ik ga hem een beetje tegenhouden, die pion. Hij rokeert, nou dat hebben we geleerd dat het veilig is voor je koning om te rokeren. En ik zet mijn loper hier neer, zo. Hier was er nog steeds niets aan de hand in deze stelling. Nee. En nu gaan we beginnen. Wat is wit van plan in deze stelling? Hij wil mij aanvallen en hij wil ook met zijn pionnen naar voren kunnen. Hij wil het liefst deze pionnen naar voren doen. Dan kan ik met allebei die pionnen naar voren toe. Ja. Mm-hmm. Maar het is ook een heel gevaarlijke zet voor wit. Dan komt deze lijn open. Hier. Ja. Kan ik met mijn loper hier naartoe. Dan staat hij met zijn paard in de penning. Dus dat wilde hij niet. Hij zet de eerste dame hier neer. Probeer mijn paard aan te vallen met deze zet, zodat ik weg moet. Kan ik deze kunnen doen, dan hou ik hem tegen. Ja. Nou ja, dat vind ik een beetje jammer, want ik wil mijn loper hier naartoe. Dus dat deed ik. Ik deed iets anders. Ik gooi met deze pion naar voren toe. Wat een gekke zet. Ja. H5. H5. Daar is die. Daar is de rampion. Ik dacht, mijn koning staat veilig. Ik kan altijd nog daarheen of daarheen. Eerst ga ik met die pion naar voren, want hij is verrokeerd, dus ik ga meteen in de aanval. Ja. En ik heb al een loper en een dame, die kijkt al deze kant uit. Mm-hmm. Dan haal ik ook nog mijn paard en mijn toren en mijn pion erbij. Als hij die doet, dan zet ik hem voor zijn neus neer. Ja. Val ik meteen nog weer een keer die pion aan. Dat wil hij natuurlijk niet, dat begrijp je wel. Ja.
Dus wat deed hij? Hij zei ook met zijn pion eentje naar voren toe. Hij verringde dat ik daarheen ga. Slaat hij maar af. Maar wat deed ik? Ik had het allemaal al thuis heel stiekem voorbereid al, deze hele stelling. Ik voel dat paard aan. Mm-hmm. Dan moest hij weer een keus maken waar hij heen ging. Of hij kwam achteruit, dan kan hij met die pion weer niet naar voren toe. Of hij kwam met zijn loper om te verdedigen, dan kan hij ook weer niet met die pion naar voren toe. Omdat ik hem afsla. Dus ik deed hij veel mijn loper aan met zijn paard. Ja. En je weet het, paarden zijn meestal lopers zijn iets beter dan paard. Dus nu staat hij echt aangevallen. Dat is heel vervelend natuurlijk. En nu zat er een hele mooie truc in de stelling. Het is nu toch te ingewikkeld om te zien welke truc het is, maar ik ga met al deze stukken ga ik in de avond op zijn koning. Deze twee heb ik eigenlijk al niet meer nodig. Oké. Okay. Is dat niet fantastisch? Dat je niet denkt dat ik die ook eerst nog erbij ga halen? Nee, dat doe ik niet. Ik heb nu al genoeg stukken hier staan. Waar zijn paarden een beetje hier staan? Zijn stukken staan een beetje aan deze kant en mijn stukken staan wel een beetje aan die kant. Wat is de truc? Ja, je moet het bord omdraaien misschien. Ja. Je kan de video even stoppen. Ja, dan kun je even nadenken. Kun je even nadenken of je hem ziet. Wij gaan hem zo laten zien. Want wat... Nou, het is wel moeilijk om dat allemaal uit te denken hoe het verder gaat. Ja, ik denk het ook. Wat zou het zijn? Geen idee. Nee, deze is echt moeilijk. Kan je hem vertellen? Zal ik het laten zien? Ja. Ik gooi er toch een paard naar voren toe. Toch, ook al kon je hem slaan. Wat kost je een paard? Wat is gemeen? Is dat gemeen? Wat kost een paard? Ik zie hem. Kost het een paard? Want we willen de pionnen weer bij. Ik zie hem. Ik probeer hem mat te geven in één zet. Ja. Als je storen weghaalt, dat maakt ook niet uit, dan geef ik hem even op nog mat. Dan zie ik hem zo mat. Ja. Staat hij zichzelf in de weg met zijn dame. He, dat is een soort kluipjesvoetbal, noem ik dat wel eens. Ja. Dan sta je jezelf in de weg. Ja. Ja, mijn tijdstel dacht, hij is allemaal gek geworden, ik sla dat paard eraf. Ja. Ja, dat vond ik ook niet zo erg. Nee. Zo denk ik. Ik sla hem terug, ja, heel goed. En dan met de dame, denk ik. En dan gaat die dame hierheen. Ja. Ja, nou, dus dat doet opeens die toren mee. Ja. Dan helemaal hierheen, die toren kan helemaal daarheen. Dus als hij hem slaat met zijn dame, dan is het mat. Is het meteen mat, ja. Nou, wat kan dit nog doen in deze stelling? Die of zo? Of zo, ja, of zo. Het kan altijd, hè, of zo. Wat doet zwart nu? Mat in één zeg. Is dat niet verrassend? Oh, ja. Deze. Ja, want je hebt die loper niet weggehaald. Die loper staat er nog. Ja. Dan staat die pion gepind. Ja. We hebben een mooie penning hier, hè? Dat is gemeen, dat is gemeen bedacht. Ja. Ja. Die kan niet, die zegt. Helaas had hij dat in de gaten. Nou, deze pion kan niet naar voren toe. Deze ook niet. Nou, dan maar deze pion. Ja. Wat dacht je daarvan? Wat nu? Dan ben ik mijn paard kwijt. Ja. Het is nog lang geen mat. Nee. Hoe zie jij het? En mijn loper is dat aangevallen. Ook nog eens een keer. Hij is met zijn pion nu naar voren gegaan en nu heb ik deze loper weer erbij. Ja. Nu gaat deze ook weer aanvallen. Die is er ook al op zijn koning gericht. Twee lopers op zijn koning gericht en een toren en een pion. Ja. Ik zet mijn loper voor zijn neus neer. Zodat hij met zijn dame die pion niet slaan kon. Want daar staat nou een loper tussen. Maar je kan het toch goed slaan? Ja, dat dacht hij. Dat deed hij ook, ja. Dat deed hij ook, ja. 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 En toen denk ik, nou, kan hij met zijn dame die pion niet pakken. Want er zat er een pion nog tussen. Ja, dat is waar. Die. Nou, dan slaat hij terug met die. Slaat nu, oh, dan, ja, kan hij pakken als je wil. Kan hij die doen. Kun je misschien deze pakken? Nou, dan is wit weer aan de beurt, hè. Nu is wit weer aan de beurt. Dan kun je hem zo lopen er weer bij halen. Ik heb een andere hele gemeene zet. Ik sloeg hem juist niet terug. Deze stelling. Jij hebt nog één zet toch af niet op? Jullie mogen hier ook weer pauzeren. Dat had hij wel gezien, denk ik. De winnende zet. Zoek hier de winnende zet. Ik ben benieuwd of Max het vindt. Ik denk het wel. Inmiddels wel 871. Ze kijken allemaal naar rating. Ja, ze kijken allemaal naar rating, ja. Oh ja, ze kijken allemaal naar rating. Ja. Wat is jouw rating eigenlijk?
Goeie vraag zeg. Ik geloof ongeveer 2400. Wow, dat is hoog. Ja, best redelijk hoog hè. Dat is hoog mensen. Dat is de hoogste rating van alle mensen die we hebben geïnterviewd tot nu toe. Nou, we hadden ook Max al geïnterviewd. Max Wouwer dan, maar heb ik ook al voorbij zien komen in een vlog. Die kwam langs inderdaad. Die hebben we nog niet geïnterviewd. Okay. Dus Max, als je tijd hebt. Nou, die heeft een nog hogere rating. Ja, dat zal ook nog een keer langskomen. Ja, denk het wel. Denk het ook. Maar wat was hier de zet, mensen? Ja. Het is heel verrassend. Dan ben je al een paar keer de loper kwijt, met zwart. Ja. Ik heb nog net genoeg over, om hem aan te kunnen vallen. Het is gewoon onmogelijk. Ja, twee keer met hetzelfde stuk spelen. Twee keer met hetzelfde stuk spelen en ook nog achteruit, in plaats van naar voren toe. Dat is helemaal verrassend, hè? Achteruit. Dat doen wij nooit. Doen wij eigenlijk, ja, doe ik eigenlijk nee. Behalve als het wint, moet je wel doen. Natuurlijk. Vertel. De spanning is heel hoog nu, mensen. Welke gaat het worden? Wordt het? De koningin. De sterkste. Erbij halen. Hier neerzetten. Terug naar dit veld. En dan de volgende zet. Daarheen. En dan hopelijk daarheen. Je zag Wickert niet meer zitten in deze spel. Dus Manuel, eigenlijk zet je de dame terug op de beginpositie. Ja, en klopt. Dan wordt er opgegeven. Dat is wel heel sterk. Echt heel sterk. Het is inderdaad heel sterk dat het allemaal klopt inderdaad. Ja. Dat is het meeste... Want hij kan er echt niet uitlopen, hè? Hij kan er echt niet uitlopen, nee. Want als hij het probeert, dan schrijft hij zijn toren opzij bijvoorbeeld. Als je... Hij zou hem weg kunnen halen. Oké, zwart gaat daarheen. Dat. Ben je op tijd... ja, nee. Hij kan... Als hij hier, dan heb je... Sta je nog steeds met je dame in de weg? De dame staat in de weg. Was je nou? Probeer je nog een andere zet te bedenken? Misschien nog een zet die dit zou kunnen bedenken. Ik zou zelf denk ik deze doen. Wow. Dan zou ik met mijn koning naar voren gaan. Wat dacht je daarvan? Nu zou ik mijn toren hier neerzetten. Nee, die zou ik terugpakken. Ik sla gewoon met mijn dame. Goed dat hij dat niet deed, zeg. Had ik misschien nog bijna verloren. Zo. Ja. Nou, dan heb ik alles verdedigd. Mm-hmm. Die kan ik ook nog slaan als het nodig is, als je daar een toren neerzet. Nou, sla ik met deze. Oh ja. Ja, maar heb ik die lopen weggegeven, hè? Goed was dat, hè? Dat ik hem niet kan terugpakken. Dat lijkt je wel een hele gekke zet. Maar ja. Gelukkig had ik ook nog een andere truc in de stelling zitten. Als hij dit gedaan had tenminste, hij weet het niet. Even weer terug naar hoe het stond hoor. Ja. Hij had dus misschien nog die kunnen proberen, deze zet. Hele gekke zet. Ja. Om die torens met elkaar te verbinden. Mm-hmm. Ik had die lopper gewoon laten staan. Ik had meteen deze zet gedaan. Als je nou met zijn koning naar voren gaat, dan geef ik schaak. Dan moet hij terug en dan ga ik nog verder naar voren met mijn piel. Ja. Ach. Dan zet ik hem hier bij met deze mat. Dan heb ik die toren ook niet eens nodig. En dan heeft hij weer die mooie penning met die loper, hè? Ja. Dat is wel echt fijn. En dit had jij dus thuis al voorbereid en hij ging er gewoon... Thuis al had ik het allemaal voorbereid al, ja. Bij de hele stelling, ja. Zo. Ook met deze zet al erbij, die loper hierheen. En dan die dame weer terug. Mensen, dus zo win je van hele goede tegenstanders. Ik heb ook wel eens van met snelschaken van echt een grootmeesters geworden met deze truc, ja. Het spel ook precies ook zo. Oh. Precies deze stelling. Hele sterke spelers. Die trapten er ook in. Ja. Maar dit was een echte partij, dit was een normale partij. Dus je kon je heel lang nadenken. Had deze dit ook niet gezien, die lopen die wedstrijd. Als jij wilt dat we nog meer video's... dan gaan doen met bekende schakers. Druk dan even op de abonneerknop en op het belletje die daarnaast staat. Want dan mis je geen enkele video meer. Hoe cool is dat? Dus doe het feest!